Excuseer mevrouw, weet u meneer de kunstenaar zijn? Nicolas Henraams. Ah, daar ergens. Excuseer meneer, bent u meneer Eekhout? Nee. Ik ben maar een wetmens. Ik ben hier een beetje aan het helpen voor deze kunstenaar. Ah. Die moet er even lopen. Nee, pas op. Weet u soms wel? Ja. Ja, daar, ik hoor hem daar. Ja, kom. Goedenavond meneer, ik ben Lize, de groepen van de VRT. Zou ik een paar vragen... Lize. Ja. Van de VRT, zou ik een paar vragen kunnen stellen? Maar vlug hè. Ja, maar het gaat niet lang duren, nee. Maar een paar vraagjes. Zeg maar. Waarom heeft u eigenlijk de naam Regnus Company voor deze... Regnix. Ah, Regnix, sorry. Regnix Company. Voor uw tentoonstelling. Moet ik dat nu allemaal gaan uitleggen? Vijf minuutjes, hè? Ja. Wat was de vraag? Waarom de naam Regnix Company voor uw tentoonstelling? Wel, min of meer wordt er hier eigenlijk het concept verduidelijkt van de Regnix Company. Hey, en dat concept komt erop neer dat eigenlijk is dat een overkoepelend orgaan. Om eerlijk te zijn is het nog overbelicht, hè? Ga jij dat bijregelen? Dat zou wel zijn, maar... Ja. Wel, waarom de naam Regnix Company voor uw tentoonstelling? Om eerlijk te zijn, je hebt de verschillende divisies van Regnix. Mm-hmm. Regnix. Je hebt hier de main building. Hè? Ja. De andere aspecten dat je ziet, bijvoorbeeld dat is een tekening van model tools. Hè? Wat betekent dat juist, model tools? Model tools komt er eigenlijk op neer dat die dienen ter financiële... Dat is eigenlijk de financiële broodheer voor de main building. Hè. Dus de bedoeling is, hè, dat ik wil een ultiem gebouw ontwerpen. Dat gaat hier gecreëerd worden. Ja, dat is niks. Ja, hallo. Ja, zeg maar. Ja, morgen, hè. Morgen. Rond de nacht, hè. Momentje, hè. Dat komt in orde. Ja, yo. Sorry, ja. Dus u sprak over de main building en financieren. Ja, dus je hebt de main building, hè. Dat is een voorbeeld. Wat is nu de bedoeling? Dat is het schaalmodel, hè. Ja. Uiteraard. De bedoeling is dat we een gebouw gaan realiseren. Dat geeft een weergave van de 20e eeuw. Nu, ik maak daar een selectieve selectie van. Hè. Ik zal even de data uitleggen anders. Ah ja, de data. Ja, omdat dat is eigenlijk wel het cruciaal deel om de meebuilding uit te leggen. Ah, sorry. Ja. Moet ik dat per nieuw dan doen? Nee, het zal wel gelukkig zijn. Is eigenlijk beter voor die verlichting? Je moet eigenlijk wel zien... Nou ja. Heb een momentje? Ja, doe maar. Lukt het? Ja. Ja? Normaal gezien wel. Ja. Ja. Dank u. Dus, daar is data. Data. Ik heb dat niet gemaakt. Mensen leveren dat bij mij in. Hè, bij de Regnix Company. Mensen mogen iets afgeven dat voor hun belangrijk is. Ja. En ik verevig dat. Weliswaar selectief. Hè. En dat komt in de main building. Dat gebouw gaat eigenlijk bestaan uit structuur, uit gegevens van anderen. Dus eigenlijk is dat... Wat we zeggen metaforisch, is dat een collectief geheugen dat ook een gebouw vormt. Ik wil uiteraard dat dat gebouw een soort van mausoleum wordt. Dat ze later op terugkijken. Ja. Zijn mee? Ja, okay. Ongeveer. Ja. En voor wat? Allee, betekenen dat die... is een locomotief. Dat is iets anders. Dat is eigenlijk de model tools. Hè. Dus model tools die maken ook een aantal andere dingen. Hè. Maar model tools die dienen omdat helaas... Dat levert niets op. Niemand, ze betalen daar niet voor. Ik krijg dat, is gratis. Het enige dat ervoor aangerekend wordt, is de kostprijs van het materiaal. Model tools erentegen, die maken allemaal soorten dingen die wel verkoopbaar zijn. Mm-hmm. En op die manier kan ik eigenlijk de meenbuilding realiseren. Dat is een onderdeel van de locomotief. Ah, en hebben ze nog onderdelen van de locomotief? Ja, dat is ook nog een tekening, maar de locomotief zelf... momentje. Ja. Momentje, hè. Ah ja. Ja. Ah ja, dus dat was ook een onderdeel van de locomotief. Om eerlijk te zeggen, dus eigenlijk is dat dus
een metafoor, hè, een metafoor van vergankelijkheid en tijd. Nu komt er hem op neer, die blaast en die blaast stoom, die toetert. Hè, het is metaforische weerga- ja. Peter, ja. Was er een keer om? Ja. Ja, dus dat blaast op, zei je. Dat is een metafoor. Nee, dat blaast helemaal niet op. Ah, nee. De bedoeling is eigenlijk... Maar dat is eigenlijk niet relevant, omdat dat een onderdeel is van Model Tools. Dus. Ah, oké. Okay. Heb je nog vragen? En wel, hoe dat eigenlijk op dat idee bent gekomen? Oh ja, daar ben ik al heel lang mee bezig. Dus ik bedoel, ze zeggen dat dat een soort van basisfilosofie is waarmee dat ik opgegroeid ben. En nu probeer ik die min of meer te realiseren. Daar komt het hem eigenlijk op neer. Ah, ja, dat is wel interessant. Hoe doen we dat afloopt? Excuseer, zou ik juist nog een vraag mogen stellen? Ja, wacht, sorry. Ja, ja. Voor wat staat dat hier eigenlijk? Ah, Che is eigenlijk... Maar de letters hangen die nog niet. Dus de bedoeling is dat er hier eigenlijk een kort gedichtvorm, een korte tekst komt die eigenlijk suggestief een aantal dingen weergeeft. Maar eigenlijk Nicolas, moet het, ja. Ja. Wie de rand, dan bedoel je dat op de weg zetten. Ja, dat is toch wel, dat zie je toch. Ja. Je schildert daar gewoon. Maar, normaal gezien steekt er iets onder, dan kunnen we tenminste gewoon die onderkant meenemen en dan is het probleem niet dat we nu niet hebben. Hè. Dan moet ik papier overzien. Ah, ja, het zou wel zijn. Dan moet je dat nu wel doen, want anders. Ja, ik zou dat nu doen, anders hebben we een probleem. Ja. Ja. Er zit nog veel werk. Ja, nogal, ja. Ja. Ja, we komen vrij ongelegen om eerlijk te zijn, dus ik ga even... Ja, maar het zijn maar alleen een paar vraagjes eigenlijk. Maar ja, komt dan op tv, hè, dus ja, dat is ook leuk. Ja, 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 ja. Maar bij mij is het waar. Maar dus, je waart over die Che bezig en dat er daar ook nog letters gingen opkomen. Ja, wel, de poëtische verwijzing daarnaar moet nog komen. Hè. Maar eventueel komt er morgen een keer, morgen is de expositie, en dan kun je eventueel een keer zelf nadenken over het concept. Hè. Dan moet ik je dat niet altijd uitleggen. Ah ja. Het is echt wel ongelegen. Ah ja, dus je kunt niets anders meer vertellen zo over... Ik kan een goeie dag zeggen en dan mogen de mensen op... Wat was het, canvas? Of ja, canvas. De voetjes doen. Oké, dankjewel meneer.